Een hele goede morgen, middag of avond en van harte welkom bij koffieleutje nummer zoveel. In dit koffieleutje zal ik zelf niet live aanwezig zijn, maar ik heb dit leutje van tevoren opgenomen en jullie gaan tijdens dit leutje luisteren naar oude verhalen. Dit verhaal heet De IJzeren Kachel en is van de gebroeders Grimm. In de tijd dat wensen nog hielp, werd een koningszoon door een oude heks betoverd. Hij moest in het bos in een grote ijzeren kachel zitten. Daar bracht hij vele jaren door en niemand kon hem verlossen. Op een keer kwam er een koningsdochter in het bos, die verdwaald was en het rijk van haar vader niet meer kon terugvinden. 9 dagen had ze rondgezworven en tenslotte stond ze voor de ijzeren kachel. Daar kwam een stem uit die vroeg: "Waar kom jij vandaan en waar wil je naartoe?" Zij antwoordde: "Ik weet niet meer waar het koninkrijk van mijn vader is en ik kan de weg naar huis niet meer vinden." Toen zei de stem uit de ijzeren kachel: "Ik zal zorgen dat je weer thuis komt en nog heel snel ook. Als je schriftelijk wilt beloven dat je zult doen wat ik verlang. Ik ben een grotere koningszoon dan jij een koningsdochter bent en ik wil met je trouwen." Zij schrok en dacht: "Mijn hemel, wat moet ik met die ijzeren kachel beginnen?" Maar omdat ze graag weer naar haar vader wilde, beloofde ze toch schriftelijk dat ze zou doen wat hij verlangde. Hij zei: "Je moet terugkomen, een mes meebrengen en een gat in het ijzer krabben." Hij gaf haar iemand als begeleider mee. Die liep naast haar zonder te spreken, maar hij bracht haar binnen 2 uur thuis. Toen de koningsdochter terugkwam, was iedereen in het paleis erg blij. "Wat goed!" De oude koning viel haar om de hals en kuste haar. Maar zij sprak heel bedroefd: "Lieve vader, hoor wat mij is overkomen. Ik zou nooit uit dat grote wilde bos zijn teruggekeerd als ik niet bij een ijzeren kachel was gekomen. Die heb ik schriftelijk moeten beloven dat ik weer naar hem terug zou gaan om hem te verlossen en met hem te trouwen." De oude koning schrok zo dat hij bijna flauw viel, want hij had alleen maar die ene dochter. Ze overlegden samen en besloten in haar plaats de molenaarsdochter te sturen die heel mooi was. Ze gingen haar halen, gaven haar een mes en zeiden dat ze aan de ijzeren kachel moest gaan krabben. Dat deed ze 24 uur lang, maar ze kreeg er geen snippertje af. Toen de dag weer aanbrak, klonk het in de ijzeren kachel: "Mij dunkt dat het buiten licht is." Zij antwoordde: "Dat denk ik ook. Ik geloof dat ik de molen van mijn vader hoor klapperen." "Jij bent dus een molenaarsdochter. Maak dat je wegkomt en laat de koningsdochter hier komen." Ze ging naar de oude koning en vertelde hem dat die daar in het bos haar niet wilde hebben. Hij wilde zijn dochter. De oude koning schrok en zijn dochter huilde. Maar ze hadden ook nog de dochter van een varkenshoeder. Die was nog mooier dan die van de molenaar. En ze besloten haar geld te geven om in plaats van de koningsdochter naar de ijzeren kachel te gaan. Ze werd er dus heen gebracht en ook zij moest 24 uur lang krabben. Maar ze kreeg er niets af. En toen de dag aanbrak, klonk het in de kachel: "Mij dunkt dat het buiten licht is." Zij antwoordde: "Dat denk ik ook. Ik geloof dat ik mijn vader op zijn horentje hoor blazen." "Jij bent dus de dochter van een varkenshoeder. Maak dat je wegkomt en laat de koningsdochter komen en vertel haar dat het met haar zal gaan zoals ik haar heb beloofd. Maar als ze niet komt, zal alles in het rijk in puin vallen en instorten en er zal geen steen op de andere blijven liggen." Toen de koningsdochter dat hoorde, begon ze te huilen. Maar het was niet anders. Ze moest haar belofte nakomen. "Nou, ik vind het goed." Ze nam afscheid van haar vader, stak een mes bij zich en ging naar de ijzeren kachel in het bos. Toen ze daar was aangekomen, begon ze te krabben. Het ijzer gaf mee en na 2 uur had ze er al een klein gaatje in gekrabd. Ze keek naar binnen en zag een prachtige jonge man. Ach,
Die schitterde helemaal van het goud en de edelstenen en hij raakte meteen haar hart. Nou, toen ging ze door met krabben en ze maakten het gat zo groot dat hij eruit kon. En toen sprak hij, jij bent de mijne en ik ben de jouwe. Je bent mijn bruid en je hebt mij verlost. Hij wilde haar meenemen naar zijn rijk, maar zij smeekte hem of ze nog één keer naar haar vader mocht gaan en de koningszoon stond haar dat toe. Maar ze mocht niet meer dan 3 woorden tegen haar vader zeggen en dan moest ze terugkomen. Ze ging dus naar huis, maar ze zei meer dan 3 woorden. Meteen verdween de ijzeren kachel. Hij werd ver weggevoerd over de glazen bergen en snijdende zwaarden. Maar de koningszoon was verlost en zat er niet meer in opgesloten. De koningsdochter nam afscheid van haar vader. Ze nam wat geld mee, maar niet veel. Ze ging weer naar het grote bos op zoek naar de ijzeren kachel. Maar die was niet te vinden. 9 dagen zocht ze. Toen had ze zo'n honger dat ze geen raad meer wist, want ze had niets meer om van te leven. En toen het avond werd, ging ze in een boompje zitten om daar de nacht door te brengen, want ze was bang voor de wilde dieren. Wie is er bang voor de boze wolf? Wie is er bang? Tegen middernacht zag ze in de verte een klein lichtje. Dat zal mijn redding zijn, dacht ze. Ze klom uit de boom en liep op het lichtje af, maar onderweg bad ze. Ze kwam bij een klein oud huisje met veel gras eromheen en een stapeltje hout voor de deur. Waar kom ik nou terecht, dacht ze. Ze keek door het raam en ze zag allemaal padden. Grote padden, dikke padden, kleine padden, bruine padden, groene padden, zwarte padden, paddopadden. Maar ook een mooi gedekte tafel met wijn en vlees erop. En de borden en de bekers waren van glanzend zilver. Ze vatte moed en klopte aan. En binnen riep de dikke pad. Luister meisje groen en kleen, Hinkelbeen, Hinkelbeen zijn hondje. Hinkel vroeg en Hinkel laat, ga gauw kijken wie daar staat. En een klein padje kwam de deur open doen. En toen ze binnenkwam, heette ze haar allemaal welkom en ze moest gaan zitten. Ze vroegen, waar komt u vandaan? Waar wilt u heen? En toen vertelde ze alles wat er met haar gebeurd was. Dat ze het gebod om niet meer dan 3 woorden te spreken had overtreden en dat daarom de kachel weg was met de koningszoon. Dat ze nu net zo lang langs berg en dal wilde trekken tot ze hem gevonden had. En toen sprak de oude dikke pad, luister meisje groen en kleen, Hinkelbeen, Hinkelbeen zijn hondje, Hinkel hier en Hinkel daar, haal die grote doos dan maar. En het kleine padje ging de doos halen. Daarna gaven ze haar eten en drinken en ze brachten haar naar een mooi opgemaakt bed dat wel van zijde en fluweel leek. Ik kon niet gelijk helemaal schakelen naar landelijk of nou sowieso boerderij. Nee, ook niet modern. Past natuurlijk helemaal niet hier. Dus ik dacht, ik ga toch voor een beetje chateau-achtig gevoel. Ze ging in bed liggen en ze viel in slaap. Toen het licht werd, stond ze op. De oude pad gaf haar 3 naalden uit de grote doos. Die moest ze meenemen. Ze zou ze nodig hebben, want ze moest over een hoge glazen berg en over 3 snijdende zwaarden en over een groot water. Als ze dat volbracht, zou ze haar liefste terugkrijgen. 3 dingen gaf de pad haar waar ze goed op moest passen. 3 grote naalden, een ploegwiel en 3 noten. En hiermee vertrok ze. En toen ze bij de glazen berg kwam, die erg glad was, stak ze de 3 naalden eerst achter haar voeten en dan weer ervoor. En zo kwam ze de berg over. En toen ze er overheen was, stak ze ze in de grond op een plek die ze goed onthield. Daarna kwam ze bij de 3 snijdende zwaarden. Ze ging op haar ploegwiel staan en rolde er overheen. Ten slotte kwam ze bij een groot water en toen ze daar was overgevaren, kwam ze in een mooi groot kasteel. Ze ging naar binnen en vroeg of ze daar werk voor haar hadden. Ze was een arm meisje en wilde graag in dienst komen. Maar ze wist dat daar de koningszoon was die zij had verlost uit de ijzeren kachel in het grote bos.
Ze werd aangenomen als keukenmeisje voor een laag loon. Nu had de koningszoon alweer een andere vrouw aan zijn zijde met wie hij wilde trouwen, want hij dacht dat zij al lang was gestorven. Toen ze 's avonds had afgewassen en klaar was met haar werk, voelde ze in haar zak en ze vond de 3 noten die de oude pad haar had gegeven. Ze beet er eentje open om hem op te eten, maar kijk nou, er lag een prachtig koninklijk gewaad in. En toen de bruid dat hoorde, kwam ze haar vragen of ze het gewaad kon kopen. Dit was toch geen gewaad voor een dienstmeid, zei ze. Ze zei dat ze het niet wilde verkopen, maar dat ze het kon krijgen als ze haar 1 ding wilde toestaan. Dat ze een nacht in de kamer van haar bruidegom mocht slapen. De bruid gaf haar toestemming omdat het gewaad zo mooi was en ze zoiets nog niet bezat. Toen het avond werd, zei ze tegen haar bruidegom: "Dat dwaze meisje wil in jouw kamer slapen." "Als jij dat goed vindt, vind ik het ook goed," zei hij. Maar ze gaf haar aanstaande echtgenoot een glas wijn waarin ze een slaapdrank had gedaan. De man en het meisje gingen dus in de kamer slapen. En hij sliep zo vast dat ze hem niet wakker kon krijgen. Ze huilde de hele nacht. Huilde, huilde, helemaal alleen. En riep: "Ik heb je verlost uit het wilde bos en uit een ijzeren kachel. Ik heb je gezocht en ik ben over een glazen berg, over 3 snijdende zwaarden en over een groot water gekomen voordat ik je vond. En toch wil je niet naar me luisteren." De bedienden zaten achter de deur van de kamer en hoorden haar de hele nacht zo huilen. En 's morgens vertelden ze dat aan hun heer. En toen zij de volgende avond had afgewassen, beet ze de 2e noot open en daar lag een gewaad in dat nog veel mooier was. En toen de bruid dat zag, wilde ze het ook kopen. Geld wilde het meisje niet. Ze smeekte om nog een keer in de kamer van de bruidegom te mogen slapen. Maar de bruid gaf hem een slaapdrank en hij sliep zo vast dat hij niets kon horen. En het keukenmeisje huilde weer de hele nacht en riep: "Ik heb je verlost uit het wilde bos en uit een ijzeren kachel. Ik heb je gezocht en ben over een glazen berg, over 3 snijdende zwaarden en over een groot water gekomen voordat ik je vond. En toch wil je niet naar me luisteren." De bedienden zaten achter de deur van de kamer en hoorden haar de hele nacht zo huilen. En 's morgens vertelden ze het aan hun heer. En toen ze de 3e avond had afgewassen, beet ze de 3e noot open. En daar lag een gewaad in dat nog mooier was en het stond stijf van het goud. En toen de bruid dat zag, wilde ze het hebben. Maar het meisje gaf het alleen als ze voor de 3e keer in de kamer van de bruidegom mocht slapen. Nu was de koningszoon op zijn hoede en hij liet de slaapdrank voorbij gaan. Die avond hield hij zich slapend. En toen zij begon te huilen en te roepen: "Liefste schat, ik heb je verlost uit het verschrikkelijke wilde bos en uit een ijzeren kachel," sprong de koningszoon op en zei: "Jij bent de ware bruid, jij bent de mijne en ik ben de jouwe." Nog diezelfde nacht stapte hij met haar in een koets. En bij de valse bruid haalde ze de kleren weg, zodat ze niet kon opstaan. Toen ze bij het grote water kwamen, voeren ze naar de overkant. En bij de 3 snijdende zwaarden gingen ze op het ploegwiel zitten. En bij de glazen berg staken ze de 3 naalden erin. En zo kwamen ze tenslotte bij het kleine oude huisje. Maar toen ze daar binnen gingen, bleek het een groot kasteel te zijn. Alle betoverde padden waren verlost en koningskinderen geworden en hun vreugde was groot. De bruiloft werd gevierd en ze bleven in het kasteel dat veel groter was dan het paleis van haar vader. Maar omdat de oude man klaagde dat hij alleen moest blijven, gingen ze hem halen. En zo hadden ze 2 koninkrijken en hun huwelijk was heel gelukkig. En toen was het sprookje afgelopen. Het volgende verhaal is ook van de gebroeders Grimm en heet De kruimels van de tafel. De haan zei op een keer tegen zijn hennetjes:
Vooruit, we gaan gewoon het huis binnen om kruimels van de tafel te pikken. Want onze vrouw is weg, ze is op visite. De hennetjes, die zeiden van... Nee, 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 dat doen we niet. Want je weet dat de vrouw altijd al op ons loopt te mopperen. Toen zei de haan... Ze merkt er toch niks van. Kom nou maar. Ze geeft ons toch ook nooit iets lekkers. Waarop de hennetjes weer zeiden... Nee, nee, nee. Afgelopen. Uit. We gaan niet. Maar de haan liet hen niet met rust en tenslotte sprongen ze toch op de tafel en haasje repje pikten ze alle kruimels op. Juist dan komt de vrouw eraan en zij pakt gauw een stok en jaagt ze weg en gaat vreselijk tegen ze tekeer. En als ze dan weer buiten zijn, zeggen de hennetjes tegen de haan. Och, 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 zie je nou wel? De haan lachte. En zei alleen maar, natuurlijk wist ik dat al. En toen konden ze gaan. Het volgende verhaal heet Klosje, Schietspoel en Naald. Er was eens een meisje van wie de vader en moeder stierven toen ze nog een klein kind was. Aan het eind van het dorp woonde haar peettante helemaal alleen in een huisje... En zij verdiende de kost met spinnen, weven en naaien. Dat waren nog eens andere tijden, dat je je geld kon verdienen met handwerk. De oude vrouw nam het weeskind bij zich, leerde haar werken en voedde haar in alle vroomheid op. Toen het meisje 15 jaar was, werd de oude vrouw ziek. Ze riep het kind bij haar bed en zei, lieve dochter, ik voel mijn einde naderen. Ik laat jou het huisje na. Daar ben je beschut tegen weer en wind. En bovendien heb je daar Klosje, Schietspoel en Naald. En daarmee kan jij je brood verdienen. Ze legde haar handen nog één keer op het hoofd van het meisje, gaf haar een dikke zoen en sprak. Wees lief voor jezelf en wees lief voor elkaar. Dan zal het je goed gaan. En daarop sloot ze haar ogen... En toen ze begraven werd, liep het meisje, diep bedroefd, huilend, helemaal alleen achter de kist en bewees haar de laatste eer. Het meisje woonde nu heel alleen in het kleine huis. Ze was heel ijverig. Ze spon, weefde en naaide en op alles wat ze deed rustte de zegen van de goede oude vrouw. Het was alsof het vlas in de voorraadkamer zich vanzelf vermenigvuldigde. En als ze een lap of een kleed had geweven of een hemd had genaaid, was er altijd meteen een koper die er goed voor betaalde, zodat ze geen gebrek hoefde te lijden en ook anderen nog iets kon geven. Rond deze tijd trok de zoon van de koning in het land rond om een bruid te zoeken. Een arme bruid mocht hij niet kiezen en een rijke, die wilde hij niet. En daarom zei hij... Degene die tegelijkertijd de armste en de rijkste is, die wordt mijn vrouw. Toen hij in het dorp kwam waar het meisje woonde, vroeg hij, zoals hij overal deed, wie er in die plaats de rijkste vrouw was en wie de armste. Ze noemde hem eerst de rijkste. De armste, zeiden ze, was het meisje dat in het kleine huisje helemaal aan het eind woonde. De rijke vrouw zat in vol ornaat voor de deur van haar huis... En toen de koningszoon naderde, stond ze op, liep hem tegemoet en boog voor hem. Hij keek naar haar, sprak geen woord en reed verder. Toen hij bij het huis van het arme meisje kwam, stond zij niet bij de deur, maar zat ze in haar kamertje. Hij hield zijn paard in en zag door het raam, waar de heldere zon doorheen scheen, het meisje ijverig spinnen aan het spinnenwiel. Ze keek op. En toen ze merkte dat de koningszoon naar binnen keek, bloosde ze hevig, sloeg haar ogen neer en ging door met spinnen. Of de draad ditmaal wel helemaal glad werd, weet ik niet, maar ze spon net zo lang tot de koningszoon weer was weggereden.
Toen liep ze naar het raam, deed het open en zei: "Het is zo heet in de kamer." Maar ze keek hem na, zolang ze de witte veren op zijn hoed nog kon zien. Het meisje ging weer aan het werk in haar kamer en spon verder. En toen schoot haar een rijmpje te binnen dat de oude vrouw wel eens opzei als ze zat te werken en ze zong zachtjes: "Klosje, klosje, ga van huis, breng mij gauw de vrijer thuis." En wat gebeurde er? Het klosje sprong onmiddellijk uit haar hand naar buiten. En toen zij verbaasd opstond om het na te kijken, zag ze dat het vrolijk het veld indanste, terwijl het een glimmende gouden draad achter zich aantrok. Het duurde niet lang of het klosje was verdwenen. Het meisje had nu geen klosje meer en daarom pakte ze de schietspoel, ging aan het weefgetouw zitten en begon te weven. Het klosje danste steeds verder en precies toen de draad op was, had het koningszoon ingehaald. "Wat zie ik daar?" riep hij. "Probeert dat klosje mij de weg te wijzen?" Hij wendde zijn paard en reed langs de gouden draad terug. Het meisje zat te werken en zong: "Spoeltje, spoeltje, weef maar aan, laat de vrijer binnen gaan." Meteen sprong het spoeltje uit haar hand naar buiten en voor de drempel begon het een tapijt te weven, mooier dan ooit iemand heeft gezien. Aan beide kanten bloeiden rozen en lelies en in het midden klommen groene ranken omhoog tegen een gouden achtergrond waarop hazen en konijntjes dartelden, herten en reeën staken hun kopjes ertussendoor. Bovenin de takken zaten bonte vogels en je zou zweren dat ze zongen. Het spoeltje sprong heen en weer en het was alsof alles vanzelf groeide. Omdat het spoeltje was weggelopen, was het meisje gaan naaien. Ze hield de naald in haar hand en zong: "Naaltje, naaltje, scherp en fijn, maak het huis voor de vrije rein." En toen sprong de naald uit haar vingers en begon in de kamer bliksemsnel heen en weer te vliegen. Het leek wel alsof er onzichtbare geesten aan het werk waren. Zo snel waren tafel en banken bedekt met een groen laken, de stoelen met fluweel en voor de ramen hingen zijden gordijnen. Nauwelijks had de naald het laatste steekje gemaakt of het meisje zag door het raam de witte veren van de hoed van de koningszoon die door het klosje langs de gouden draad naar haar huisje was geleid. Hij steeg van zijn paard, schreed over het tapijt het huis binnen en toen hij in de kamer kwam, zag hij daar het meisje staan in haar armoedige jurk, maar blozend als een roos in de struiken. "Jij bent de armste en ook de rijkste," zei hij tegen haar. "Kom met mij mee, jij wordt mijn bruid." Zij zweeg, maar reikte hem haar hand. Hij gaf haar een kus, nam haar mee naar buiten, tilde haar op zijn paard en bracht haar naar het koninklijk paleis, waar de bruiloft met veel vreugde werd gevierd. Klosje, schietspoel en naald werden in de schatkamer bewaard en hoog in ere gehouden. Ja, en die bestaan nog steeds, hè? Klosje, schietspoel en naald. Wij handwerksterren zijn daar niet onbekend mee. Het volgende sprookje van de gebroeders Grimm heet De oude grootvader en zijn kleinkind. Er was eens een stokoude man. Zijn ogen waren troebel geworden, zijn oren doof en zijn knieën trilden. Als hij aan tafel zat en zijn lepel nauwelijks kon vasthouden, morste hij soep op het tafelkleed en er liep ook steeds weer wat uit zijn mond. Zijn zoon en diens vrouw walgden ervan en daarom moest de oude grootvader uiteindelijk achter de haard in een hoekje zitten en ze gaven hem zijn eten in een aarden bakje en dan nog niet eens genoeg. Dan keek hij bedroefd naar de tafel en zijn ogen werden vochtig. Op een keer konden zijn trillende handen het bakje niet goed vasthouden en het viel op de grond in stukken. De jonge vrouw schold hem uit, maar hij zei niets en zuchtte alleen maar. Toen kocht zij een houten napje voor een paar duiten en daar moest hij nu uit eten. Terwijl ze daar zo zitten, is het kleinzoontje van 4 jaar bezig kleine plankjes op de grond te verzamelen. "Wat doe je daar?" vroeg zijn vader. "Ik maak een trogje," antwoordde het kind. "Daar moeten vader en moeder uit eten als ik groot ben." Toen keken man en vrouw elkaar even aan en tenslotte begonnen ze te huilen.
Ze haalden de oude grootvader onmiddellijk weer aan tafel en lieten hem vanaf dat moment altijd mee eten en ze zeiden ook niets als hij iets morste. Een verhaal met een moraal. Het volgende sprookje van de gebroeders Grimm heet De Waternimf. Een broertje en een zusje waren aan het spelen bij een bron. En terwijl ze zo speelden, plonsden ze allebei in het water. Beneden zat een waternimf en die zei: "Nou, ik heb jullie. Nu moeten jullie braaf voor mij gaan werken." En ze nam hen mee. Ze gaf het meisje lelijk vlas om te spinnen. Dat vlas zat helemaal in de war. En ze moest water in een hol vat scheppen. En de jongen moest met een botte bijl een boom omhakken. En ze kregen niets anders te eten dan keiharde meelballen. Uiteindelijk waren de kinderen het zo beu dat ze op een zondag eerst wachten tot de nimf in de kerk was en toen de benen namen. Toen de nimf uit de kerk kwam, zag ze dat de vogels gevlogen waren en met grote sprongen ging ze hen achterna. Maar de kinderen zagen haar al van verre aankomen en het meisje gooide een borstel achter zich neer. Dat werd een grote borstelberg met duizenden stekels waar de nimf met grote moeite overheen moest klimmen. Maar uiteindelijk lukte haar dat toch. Toen de kinderen dat zagen, gooide de jongen een kam achter zich neer. En dat werd een grote kammenberg met duizenden tanden. Maar door zich daaraan vast te houden, kwam de nimf er tenslotte toch overheen. En toen gooide het meisje een spiegel naar achteren. En dat werd een spiegelberg die zo glad was, zo glad dat de nimf er onmogelijk overheen kon komen. Ze dacht: "Ik ga gauw naar huis om mijn bijl te halen. Dan hak ik de spiegelberg kapot." Maar tegen de tijd dat ze terug was en het glas kapot had gehakt, waren de kinderen al lang verdwenen. En de waternimf moest weer afdruipen naar haar bron. Het volgende verhaal heet De Koning van de Gouden Berg, naar een verhaal van de gebroeders Grimm. Een koopman had twee kinderen, een jongen en een meisje, die allebei nog klein waren en nog niet konden lopen. Twee rijk beladen schepen van hem voeren op zee en daar zat zijn hele vermogen in. En terwijl hij dacht dat hij daar veel geld mee zou verdienen, kwam het bericht dat ze gezonken waren. In plaats van een rijk man was hij nu een arm man. En het enige dat hij over had was een akker buiten de stad. Om zijn ongeluk even te vergeten, ging hij naar de akker. En terwijl hij daar zo heen en weer liep, stond er opeens een klein, zwart mannetje naast hem dat hem vroeg waarom hij zo bedroefd was en wat hem zo dwars zat. De koopman zei: "Als je mij zou kunnen helpen, zou ik het je wel vertellen." "Wie weet," antwoordde het zwarte mannetje, "misschien help ik je wel." En toen vertelde de koopman dat al zijn rijkdom op zee te gronde was gegaan en dat hij niets meer over had behalve deze akker. "Maak je geen zorgen," zei het mannetje. "Als je mij belooft om dat wat thuis als eerste tegen je been stoot over 12 jaar naar deze plek te brengen, krijg je geld zoveel je wilt." De koopman dacht: "Wat kan dat anders zijn dan mijn hond?" Maar aan zijn kleine jongen dacht hij niet. En hij zei ja, gaf de zwarte man een schriftelijke verklaring met zijn zegel erop en ging naar huis. Toen hij thuis kwam, was zijn kleine jongen zo blij dat hij naar hem toe waggelde terwijl hij zich aan de banken vasthield en hem bij zijn benen pakte. De vader schrok, want zijn belofte schoot hem te binnen en hij besefte nu wat hij het mannetje had toegezegd. Maar omdat hij nog steeds geen geld in zijn kisten en kasten vond, dacht hij dat het maar een grap van het mannetje was geweest. Een maand later ging hij naar de zolder om oud tin bij elkaar te zoeken om dat te verkopen. En toen zag hij een grote berg geld liggen. Nu was hij weer in een goed humeur. Hij ging shoppen, werd een nog groter koopman dan hij geweest was en leefde zonder zorgen. Ondertussen werd de jongen groot en bovendien verstandig en slim. Maar naarmate de 12 jaren verstreken, nam de bezorgdheid van de koopman toe, zodat je de angst van zijn gezicht kon aflezen. Op een keer vroeg zijn zoon hem wat er aan de hand was. Zijn vader wilde het niet zeggen.
Maar de jongen drong zo aan dat hij hem tenslotte vertelde dat hij hem, zonder te weten wat hij beloofde, aan een zwart mannetje had toegezegd en daar veel geld voor had gekregen. Hij had er zijn geschreven verklaring met zegel en al voor gegeven en nu moest hij hem uitleveren als de 12 jaren voorbij waren. Toen zei de zoon, vader, wees niet bang, het komt wel goed. De zwarte man heeft geen macht over mij. De zoon liet zich door de geestelijke zegenen en toen de tijd gekomen was, gingen ze samen naar de akker. De zoon trok een cirkel en ging daar met zijn vader in staan. Het zwarte mannetje kwam en sprak tot de vader. Heb je meegebracht wat je mij hebt beloofd? De man zweeg, maar de zoon vroeg, wat moet jij hier? Het zwarte mannetje zei, ik spreek met je vader, niet met jou. De zoon antwoordde, je hebt mijn vader bedrogen en verleid. Geef die verklaring terug. Nee, zei het zwarte mannetje, ik geef mijn recht niet op. Ze praten nog een hele tijd met elkaar. En uiteindelijk werden ze het eens. Omdat de zoon niet aan de grote vijand toebehoorde en ook niet meer aan zijn vader, moest hij in een bootje gaan zitten dat in een snel stromende rivier lag. De vader moest dat met zijn eigen voet afduwen en dan moest de zoon aan het water worden overgelaten. Hij nam afscheid van zijn vader, ging in een bootje zitten en de vader moest dat met zijn eigen voet afduwen. Het bootje sloeg om, zodat het onderste deel boven lag en het dek in het water. De vader dacht dat zijn zoon was omgekomen, ging naar huis en rouwde diep. Maar het bootje zonk niet, het dreef rustig voort en de jongen zat er veilig in. En zo voer het een hele tijd, tot het eindelijk vastliep aan een onbekende oever. Hij ging aan land en hij zag een mooi kasteel voor zich liggen en liep erop af. En toen hij binnenkwam, merkte hij dat het betoverd was. Hij liep door alle kamers, maar die waren leeg. Totdat hij in de laatste kamer kwam. Daar lag een slang te kronkelen. Maar die slang was een betoverde jonkvrouw. En ze was blij toen ze hem zag en ze sprak tot hem. Ben je daar eindelijk, mijn verlosser? Op jou wacht ik al 12 jaar. Dit rijk is betoverd en jij moet het verlossen. Hoe kan ik dat doen? Vroeg hij. Vannacht komen er 12 zwarte mannen die met ketenen behangen zijn. Die zullen je vragen wat je hier uitvoert, maar je moet niets zeggen en hun geen antwoord geven. Laat hen met je doen wat ze willen. Ze zullen je mishandelen, slaan en steken. Laat het allemaal gebeuren als je maar niks zegt. Om 12 uur moeten ze weer weg. De tweede nacht komen er weer 12 anderen. De derde nacht 24 en die zullen je hoofd afhakken. Maar om 12 uur is hun macht voorbij. En als je het dan hebt volgehouden en geen woord hebt gesproken, dan ben ik verlost. Dan kom ik bij je met een fles waarin het levenswater zit. Daarmee bestrijk ik je en dan ben je weer levend en even gezond als vroeger. Toen sprak hij. Nou, ik vind het goed. Alles gebeurde zoals ze gezegd had. De eerste nacht kwamen er 12 mannen die met ketenen behangen waren. En zij hebben hem gemarteld, mishandeld, geslagen en gestoken. De tweede nacht kwamen er 12 anderen. En de derde nacht kwamen er 24 en die hakten zijn hoofd af. De zwarte mannen konden geen woord uit hem krijgen. En in de derde nacht werd de slang een mooie koningsdochter die bij hem kwam met het levenswater en hem weer levend maakte. Daarna viel ze hem om de hals en kuste hem en er was gejuich en vreugde in het hele kasteel. Nou, wat leuk. Daar zijn ze. Hun bruiloft werd gevierd en hij was koning van de Gouden Berg. Ze leefden heel gelukkig samen en de koningin kreeg een hele mooie zoon. Er waren al 8 jaren verstreken toen hij opeens aan zijn vader moest denken
en hij raakte ontroerd en wilde hem een keer bezoeken. De koningin echter wilde hem niet laten gaan. Ze zei, ik weet zeker dat dat mijn ongeluk wordt. Maar hij bleef aandringen totdat ze toestemde. Bij het afscheid gaf ze hem nog een wensring en sprak, neem deze ring en doe hem aan je vinger. Dan word je onmiddellijk verplaatst naar de plek waar je jezelf wenst. Alleen, je moet mij beloven dat je hem nooit gebruikt om mij hier weg te wensen naar je vader toe. Hij beloofde het, deed de ring aan zijn vinger en wenste zichzelf aan de rand van de stad waar zijn vader woonde. Op hetzelfde moment was hij daar inderdaad en hij wilde de stad binnengaan. Maar toen hij bij de poort kwam, wilden de schildwachten hem niet binnenlaten omdat hij zulke vreemde kleren droeg, die zo rijk en prachtig waren, dat ze het vreemd vonden. Daarop ging hij naar een berg waar een herder zijn schapen hoedde. Hij ruilde zijn kleren met hem, trok de oude herdersjas aan en kwam op die manier ongehinderd de stad in. Toen hij bij zijn vader kwam, maakte hij zichzelf bekend. Maar zijn vader geloofde helemaal niet dat het zijn zoon was. Hij vertelde dat hij wel een zoon had, maar dat hij allang dood was. Maar omdat hij zag dat het een arme, behoeftige herder was, wilde hij hem wel een bord met eten geven. Toen zei de herder tegen zijn ouders, ik ben echt uw zoon. Zit er geen teken op mijn lichaam waaraan jullie mij zouden kunnen herkennen? Ja, zei zijn moeder, onze zoon had een wijnvlek onder zijn rechterarm. Hij stroopte zijn mouw op en toen zagen ze de wijnvlek onder zijn rechterarm en ze twijfelden er niet meer aan dat hij echt hun zoon was. Daarop vertelde hij dat hij koning van de Gouden Berg was, dat hij getrouwd was met een koningsdochter en dat ze een mooi zoontje van 7 jaar hadden. Daar geloof ik allemaal helemaal niets van, zei de vader. Wat is dat voor een koning die rondloopt in een haveloze herdersjas? En toen werd de zoon boos. En zonder aan zijn belofte te denken, draaide hij zijn ring rond en wenste hij zowel zijn vrouw als zijn kind bij zich. Op hetzelfde ogenblik waren ze er ook. Maar de koningin klaagde en huilde en zei dat hij zijn woord had gebroken en haar ongelukkig had gemaakt. Ik alleen maar de hele dag te janken. Tranen met zuiten weer, weet je. Hij zei, ik heb het toch per ongeluk gedaan, niet met opzet, en probeerde haar te overtuigen. De koningin deed alsof ze zich gewonnen gaf, maar ze zon op wraak. Nu nam hij haar mee de stad uit, naar de akker. Hij liet haar het water zien waar het bootje was afgeduwd en zei toen, ik ben moe, ga zitten, dan kan ik wat slapen in je schoot. Hij legde zijn hoofd in haar schoot en zij luisterde hem een beetje totdat hij in slaap viel. Toen hij sliep, haalde ze eerst de ring van zijn vinger. Daarna trok ze haar voet onder hem weg en liet alleen haar muiltje staan. Vervolgens nam ze haar kind in haar armen en wenste ze zichzelf weer terug in haar koninkrijk. Toen hij wakker werd, lag hij daar helemaal verlaten. Zijn vrouw en kind waren weg en de ring van zijn vinger ook. Alleen het muiltje stond daar nog als teken. Ik kan niet terug naar mijn ouders naar huis, dacht hij. Die zouden zeggen dat ik een heksenmeester ben. Ik moet maken dat ik hier wegkom en naar mijn koninkrijk gaan. Hij vertrok dus en kwam na een hele tijd bij een berg waar 3 reuzen stonden te ruzien, omdat ze niet wisten hoe ze de erfenis van hun vader moesten verdelen. Toen ze hem langs zagen komen, riepen ze hem en zeiden dat hij hun erfenis maar moest verdelen, want kleine mensen waren vaak slim. De erfenis bestond uit een degen. Als iemand die in zijn hand nam en zei, alle hoofden eraf behalve het mijne, dan lagen alle hoofden op de grond. De tweede unit was een mantel. Wie die mantel aantrok, was onzichtbaar. En de derde unit was een paar laarzen. Als je die laarzen aanhad en jezelf ergens naartoe wenste, was je daar meteen en direct. Hij zei, geef mij die 3 units... Dan kan ik onderzoeken of ze nog in goede staat zijn. Ze gaven hem de mantel en toen hij die had omgeslagen, was hij onzichtbaar en veranderde in een vlieg. Hij nam zijn eigen gedaante weer aan en zei, die mantel is goed. Geef mij nu het zwaard. Ze zeiden, nee, dat geven wij niet. Als jij dan zegt,
alle hoofden eraf behalve het mijne, dan zijn onze hoofden er allemaal af en jij alleen hebt het jouwe nog. Toch gaven ze het hem op voorwaarde dat hij het eerst op een boom zou proberen. Dat deed hij en het zwaard sneed door de stam van de boom alsof het een strohalm was. Nu wilde hij ook de laarzen nog hebben, maar ze zeiden, nee, die geven wij niet weg. Want als jij die aan hebt en jezelf bovenop de berg wenst, staan wij hier beneden met lege handen. Nee, zei hij, dat zal ik niet doen. En toen gaven ze hem ook de laarzen. Nu had hij alle drie de units. Hij dacht alleen nog maar aan zijn vrouw en kind en hij zei bij zichzelf, ach, was ik maar op de Gouden Berg. En onmiddellijk verdween hij voor de ogen van de reuzen en zo was hun erfenis dus verdeeld. Toen hij vlak bij het kasteel was, hoorde hij gejuich, violen en fluiten. Daar ben ik. Ja! Nou, wat leuk! Leuk hè, de tuinkamer. Hi. Kijk, en dan zit hier lekker. Dankjewel. Zit hier lekker apart, dus jij mag een stoel uitkiezen waar jij het liefst wil zitten. Leuk hier. We beginnen lekker met een bubbeltje. Nou, wat leuk. En de mensen vertelden hem dat zijn gemalin een bruiloft vierde met een ander. Hij werd woedend en zei, die valse vrouw, zij heeft mij bedrogen en mij verlaten toen ik in slaap was gevallen. Hij sloeg zijn mantel om en ging onzichtbaar het kasteel binnen. Toen hij de zaal binnenkwam, zag hij daar een grote tafel staan, vol met heerlijk eten. De gasten aten en dronken, lachten en maakten plezier. Het bleek een all-you-can-eat buffet. Dus hij pakte het eerste bordje wat hij zag en begon het vol te laden. En waarom pak je niet een plateau bij het opzet? Dan gaat het allemaal eroverheen gobbelen. Gobbelen? Nee, dat heb ik niet. Gobbelen. Heb je de keer dat woord niet gobbelen? En toen zag hij haar zitten. In het midden van de balzaal, met schitterende kleren aan, op een koninklijke zetel, met een kroon op haar hoofd. Hij deed zijn mantel weer om, werd weer onzichtbaar, liep naar haar toe en ging achter haar staan. Niemand die hem zag. Als er een stuk vlees op haar bord werd gelegd, gritste hij dat weg en at het snel op. All you can eat, tenslotte. En als er een glas wijn voor haar werd ingeschonken, pakte hij dat en dronk het leeg. Ze kreeg steeds weer nieuw vlees en nieuwe wijn. En toch had ze nog steeds niets gedronken of gegeten. Want het bord en glas verdwenen meteen. Ze was onthutst en schaamde zich. Ze stond op en ging huilend naar haar kamer. Maar hij liep achter haar aan, onzichtbaar. En toen sprak zij, ben ik soms door de duivel bezeten of is mijn verlosser nooit gekomen? Hij sloeg haar in het gezicht en zei, is je verlosser nooit gekomen? Hij staat hier voor je, bedriegster. Heb ik dat aan je verdiend? En toen maakte hij zichzelf zichtbaar, liep de zaal in en riep, de bruiloft is afgelopen, de ware koning is gekomen. De koningen, prinsen en raadslieden die daar bijeen waren, bespotten hem en lachten hem uit. Maar hij maakte er niet veel woorden aan vuil en zei, maken jullie dat je wegkomt of niet? En toen probeerden ze hem te vangen en kwamen dreigend op hem af. Maar hij trok zijn zwaard en sprak, alle hoofden eraf, behalve het mijne. En alle hoofden rolden op de grond. En nu was hij de enige heerser en weer koning van de Gouden Berg. En hij leefde nog lang en heel alleen. Het volgende verhaal is Von de Vogel. Von de Vogel is een verhaal van de gebroeders Grimm. Er was eens een boswachter die ging jagen in het bos. En toen hij daar kwam, hoorde hij iemand huilen. Het leek wel een klein kind. Hij ging op het geluid af en kwam uiteindelijk bij een hoge boom. En helemaal bovenin zag hij een klein kind zitten. De moeder was met het kind onder de boom in slaap gevallen en een roofvogel had het op haar schoot zien liggen. Hij was erheen gevlogen, had het kind met zijn snavel opgepakt en in de hoge boom gezet. De boswachter klom de boom in, haalde het kind naar beneden en dacht, ik neem dit kind mee naar huis, dan kan ik het samen met mijn leentje grootbrengen. Hij kwam dus met het kind thuis en de twee kinderen groeiden samen op.
Het kind dat in de boom was gevonden, werd Vondenvogel genoemd, omdat het door een vogel was meegenomen. Vondenvogel en Leentje hielden veel van elkaar. Zoveel zelfs dat ze verdrietig waren als ze elkaar niet zagen. Nu had de boswachter ook een oude keukenmeid die op een avond 2 emmers pakte en daarmee water ging halen bij de waterput. 2 emmertjes water halen, 2 emmertjes pompen. En dat deed ze niet 1 keer, maar een heleboel keren. Leentje zag het en vroeg: "Maar oude Sanne, waarom haal je zoveel water?" "Als je het aan niemand verklapt, wil ik het je wel vertellen." Leentje beloofde dat ze het aan niemand zou verklappen en toen zei de keukenmeid: "Morgen vroeg, als de boswachter op jacht is, zet ik de ketel water op het vuur en als het water kookt, gooi ik Vondenvogel erin om hem te koken." De volgende morgen stond de boswachter in alle vroegte op om op jacht te gaan en toen hij weg was, lagen de kinderen nog in bed. En toen zei Leentje tegen Vondenvogel: "Als jij mij niet in de steek laat, laat ik jou ook niet in de steek." En Vondenvogel zei: "Nooit en te nimmer." Toen zei Leentje: "Dan zal ik het je vertellen. Oude Sanne haalde gisterenavond zoveel emmers water dat ik haar vroeg waarom ze dat deed. Ze zei dat ze het mij wel wilde zeggen als ik het aan niemand zou verklappen. Dus dat beloofde ik en toen vertelde zij dat ze de volgende morgen vroeg, als vader op jacht zou zijn, de ketel water op het vuur zou zetten en jou erin zou gooien om je te koken. Vooruit, laten we gauw opstaan, ons aankleden en er samen vandoor gaan." De 2 kinderen stonden op, kleedden zich snel aan en gingen er vandoor. En toen het water in de ketel kookte, ging de keukenmeid naar de slaapkamer om Vondenvogel te halen en hem erin te gooien. Maar toen ze binnenkwam en naar de bedden liep, waren de kinderen allebei verdwenen. Toen werd ze vreselijk bang en ze dacht: "Wat moet ik nu zeggen als de boswachter thuiskomt en ziet dat de kinderen weg zijn? Gauw erachteraan. We moeten ze weer hier zien te krijgen." De keukenmeid stuurde 3 knechten achter hen aan die heel hard moesten lopen om de kinderen in te halen. De kinderen zaten aan de rand van het bos. En toen ze in de verte de 3 knechten zagen aankomen, zei Leentje tegen Vondenvogel: "Als jij mij niet in de steek laat, laat ik jou ook niet in de steek." En Vondenvogel zei: "Nooit en te nimmer." Toen zei Leentje: "Word jij een rozenstruikje, dan word ik het roosje dat er aan zit." Toen de 3 knechten bij de bosrand kwamen, stond daar alleen een rozenstruik met een roosje eraan. Maar de kinderen zagen ze nergens. "Hier kunnen we verder niets doen," zeiden ze. En ze gingen naar huis en vertelden de keukenmeid dat ze niets anders hadden gezien dan een rozenstruikje met een roosje eraan. "Uilskuikens," schold de keukenmeid. "Jullie hadden het rozenstruikje door midden moeten hakken en het roosje moeten plukken en mee naar huis moeten nemen. Ga dat gauw doen." Ze moesten dus nog een keer op pad om te gaan zoeken. Maar de kinderen zagen hen in de verte aankomen en Leentje zei: "Vondenvogel, als jij mij niet in de steek laat, laat ik jou ook niet in de steek." Vondenvogel zei: "Nooit en te nimmer." En Leentje zei: "Word jij een kerk, dan word ik de kroonluchter die erin hangt." Toen de 3 knechten daar kwamen, zagen ze alleen een kerk met een kroonluchter erin. Ze zeiden dus tegen elkaar: "Wat hebben wij hier te zoeken? Laten we maar naar huis gaan." Toen ze thuis kwamen, vroeg de keukenmeid of ze niets hadden gevonden. "Nee," zeiden ze. Ze hadden niets anders gevonden dan een kerk met een kroonluchter erin. "Sukkels," schold de keukenmeid. "Waarom hebben jullie de kerk niet afgebroken en de kroonluchter mee naar huis genomen?" Nu ging de keukenmeid zelf achter de kinderen aan, samen met de 3 knechten. Maar de kinderen zagen de 3 knechten in de verte aankomen met de keukenmeid waggelend achter hen aan. En Leentje zei: "Vondenvogel, als jij mij niet in de steek laat, laat ik jou ook niet in de steek." En Vondenvogel zei: "Nooit en te nimmer." En Leentje zei: "Word jij een vijver, dan word ik de eend die erin zwemt." De keukenmeid kwam eraan en toen ze de vijver zag, boog ze zich voorover
om hem leeg te slurpen. Maar de eend kwam snel aangezwommen, pakte haar met zijn snavel bij haar hoofd en trok haar het water in. En zo moest de oude heks verdrinken. De kinderen gingen dolgelukkig samen naar huis. En als ze niet gestorven zijn, dan leven ze nu nog. En het laatste verhaal voor vandaag is Koning Lijsterbaard van, jawel, de Gebroeders Grimm. Er was eens een koning, die had een dochter die buitengewoon mooi was, maar ook zo trots en hoogmoedig dat ze geen enkele vrijer goed genoeg vond. De ene na de andere wees ze af en dan dreef ze ook nog de spot met hen. Op een keer liet de koning een groot feest geven en hij nodigde van heinde en verre alle trouwlustige mannen uit. Hallo. 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 Ze werden allemaal naar rang en stand op een rij gezet. Eerst kwamen de koningen, dan de hertogen, de prinsen, de graven en baronnen en tenslotte de jonkers. De koningsdochter werd langs de rijen geleid, maar op iedereen had ze wel iets aan te merken. De een was haar te dik, net een wijnvat, vond ze. De ander was te lang, dun lang, waggelgang. De derde te klein, kort van stuk, geen geluk. De vierde te bleek, bleekscheet. De vijfde te rood, kalkoense haan. De zesde was niet recht genoeg, groen hout achter de kachel gedroogd. En zo had ze op iedereen iets aan te merken. Maar ze spotte vooral met een goede koning die helemaal vooraan stond en die een wat scheve kin had. Ha, riep ze lachend, die heeft een kin als een snavel van een lijster. En vanaf dat moment werd hij Lijsterbaard genoemd. Maar toen de oude koning zag dat zijn dochter de mensen alleen maar bespotte en alle vrijers versmaadde die daarbij één waren, ontstak hij in toorn en hij zwoer dat zij de eerste, de beste bedelaar die aan de deur kwam, tot man moest nemen. Een paar dagen later kwam er een speelman onder het raam zingen om een kleine aalmoes te verdienen. Toen de koning het hoorde, sprak hij, laat hem boven komen. De speelman kwam binnen in zijn vuile gerafelde kleren, zong voor de koning en zijn dochter en vroeg toen hij klaar was om een milde gave. De koning sprak, ik vond je gezang zo mooi dat ik je mijn dochter hier tot vrouw zal geven. De koningsdochter schrok, maar de koning zei, ik heb gezworen dat ik je aan de eerste de beste bedelaar zou geven en daar houd ik mij aan. Protesteren hielp niet, de priester werd gehaald en zij moest meteen met de speelman trouwen. Toen het huwelijk was ingezegend, zei de koning, het is niet gepast dat jij als bedelvrouw nog langer in mijn paleis blijft. Je moet weggaan met je man. De bedelaar nam haar bij de hand mee naar buiten en ze moest te voet met hem vertrekken. En toen ze in een groot bos kwamen, vroeg zij, van wie mag dit mooie bos wel zijn? En de bedelaar antwoordde, dat is koning Lijsterbaards domein. Had je die nu maar genomen, dan was het in jouw bezit gekomen. Ach, zei de vrouw, wat heb ik een berouw. Was ik maar koning Lijsterbaards vrouw. Daarop kwam ze over een weide en zij vroeg weer, van wie mag die groene wei wel zijn? En de bedelaar antwoordde, dat is koning Lijsterbaards domein. Had je die nu maar genomen, dan was het in jouw bezit gekomen. En de vrouw zei, ach, wat heb ik een berouw. Was ik maar koning Lijsterbaards vrouw? En daarna kwamen ze door een grote stad. En zij vroeg weer, van wie mag die grote stad wel zijn? En de bedelaar antwoordde, dat is koning Lijsterbaards domein. Had je die nu maar genomen, dan was het in jouw bezit gekomen. En de vrouw zei weer, ach, wat heb ik een berouw. Was ik maar koning Lijsterbaards vrouw? Het bevalt mij helemaal niet dat je steeds maar een andere man wilt hebben, zei de speelman. Ben ik soms niet goed genoeg? Ten slotte kwamen ze bij een heel klein huisje en zij sprak. Oh, wat is dat huisje klein? Van wie mag dit schamelijk krot wel zijn? De speelman antwoordde. Dat huis, dat is van mij en jou. Hier gaan wij samen wonen. Ze moest bukken om door de lage deur naar binnen te komen. Waar zijn de bedienden? Vroeg de koningsdochter. Welke bedienden? Vroeg de bedelaar. Wat je gedaan wilt hebben, zul je zelf moeten doen.
Ga maar gauw vuur maken en zet water op om eten voor mij te koken. Ik ben doodmoe. Maar de koningsdochter wist helemaal niet hoe ze vuur moest maken en eten moest koken. En de bedelaar moest zelf meehelpen, zodat er nog iets van terecht kwam. Toen ze het karige maal op hadden, gingen ze slapen. Maar 's morgens vroeg joeg hij haar al heel vroeg het bed uit, omdat ze het huishouden moest doen. Op deze manier leefden ze een paar dagen zo goed en zo kwaad als het ging. En ze raakten door hun voorraad heen. En toen zei de man: vrouw, zo gaat het niet langer. We maken alles op en verdienen niets. Jij moet maar manden gaan vlechten. Hij ging naar buiten, sneed wilgetenen en nam die mee naar huis. Zij begon te vlechten, maar de harde wilgetenen verwonden haar tere handen. Ik zie het al, dat gaat niet, zei de man. Ga maar liever spinnen. Misschien kan je dat beter. Ze ging zitten aan het spinnenwiel en probeerde te spinnen. Maar de harde draad sneed al gauw in haar zachte vingers en het bloed droop eraf. Jij deugt voor geen enkele soort werk, zei de man. Met jou heb ik het wel erg slecht getroffen. Ik ga proberen een handeltje met potten en pannen op te zetten. Dan moet jij maar op de markt gaan zitten om ze te koop aan te bieden. Oh nee, dacht ze. Als er dan op de markt mensen uit het rijk van mijn vader komen en mij daar zien zitten met mijn koopwaar, wat zullen ze mij dan uitlachen? Maar er was niets aan te doen. Ze moesten zich schikken als ze niet van honger wilden omkomen. De eerste keer ging het goed, want de mensen kochten graag iets bij de vrouw omdat ze zo mooi was en ze betaalden haar wat ze vroeg. Velen gaven haar zelfs het geld en lieten haar de potten houden. Van deze verdiensten leefden ze zolang het duurde. En toen kocht de man weer een nieuwe partij aardewerk. Zij ging op een hoek van de markt zitten en stalde de koopwaar uit om zich heen. Plotseling kwam er een dronken huzaar aangaloperen. Die reed dwars door het aardewerk, zodat alles in 1000 scherven viel. Ze begon te huilen en wist van angst niet wat ze moest beginnen. Ach, wat moet ik nu doen? Riep ze. Wat zal mijn man hiervan zeggen? Ze rende naar huis en vertelde hem van het ongeluk. Wie gaat er dan ook met aardewerk op de hoek van de markt zitten? Zei de man. Hou op met huilen. Ik zie wel dat je nergens voor deugt. Ik ben in het paleis van onze koning geweest om te vragen of ze geen keukenmeid nodig hebben. En ze hebben mij beloofd dat ze je zouden aannemen. Dan krijg je gratis te eten. En zo werd de koningsdochter keukenmeid. Ze moest de kok helpen en het vuilste werk doen. Ze deed in elk van haar 2 zakken een potje en daar stopte ze de restjes in die voor haar overbleven om ze mee naar huis te nemen als voedsel voor haar en haar man. Nu gebeurde het dat de bruiloft van de oudste koningszoon gevierd zou worden. De arme vrouw liep de trap op en ging bij de deur van de grote zaal staan om te kijken. De lampen werden aangestoken en de mensen kwamen binnen, de een nog mooier dan de andere en alles was vol pracht en praal. Toen dacht ze vol verdriet aan haar lot en ze verwenste haar trots en haar hoogmoed die haar hadden vernederd en in zulke grote armoede hadden gestort. Van de kostelijke spijzen die de zaal in en uit werden gedragen en waarvan ze de geur kon ruiken, gooide dienaren haar af en toe een paar brokjes toe. Die deed ze in haar potjes om mee naar huis te nemen. Plotseling kwam de koningszoon binnen. Hij was in fluweel en zijde gekleed en had gouden kettingen om zijn hals. En toen hij de mooie vrouw bij de deur zag staan, nam hij haar hand om met haar te gaan dansen. Maar zij weigerde en schrok, want ze zag dat het koning Lijsterbaard was, die haar hand was komen vragen, maar die zij vol spot had afgewezen. Haar tegenstribbelen hielp niets. Hij trok haar de zaal in. Daar scheurde de band waaraan de zakken hingen en de potjes vielen eruit, zodat de soep over de vloer stroomde en de scherven in het rond sprongen. Toen de mensen dat zagen, begonnen ze allemaal te lachen en te spotten en ze schaamden zich zo dat ze zich wel 1000 vadem diep onder de grond wenste. Ze sloeg op de vlucht en vloog de deur uit, maar op de trap haalde iemand haar in en bracht haar terug. En toen ze hem aankeek, zag ze dat het weer koning Lijsterbaard was. Vriendelijk zei hij tegen haar, wees maar niet bang. Ik en de speelman die met je in dat krotje heeft gewoond zijn 1 en dezelfde. Om jou had ik me zo vermomd. En de huzaar die je potten aan diggelen heeft gereden, dat was ik ook.
Het is allemaal gebeurd om je trots te breken en je te straffen voor de hoogmoed waarmee je mij hebt bespot. Toen huilde ze bittere tranen en zei: ik had volkomen ongelijk en ik ben het niet waard jouw vrouw te zijn. Maar hij zei: stil maar, de kwade dagen zijn voorbij. Wij gaan nu onze bruiloft vieren. En toen kwamen de kameniers om haar de schitterendste kleren aan te trekken. En haar vader kwam en de hele hofhouding en iedereen wenste haar geluk met haar huwelijk met koning Lijsterpaard. En toen begon het feest pas echt. Het was leuk geweest als wij er ook bij waren geweest. Maar helaas, het was te lang geleden en voor onze tijd. Nou, dit was weer een uurtje verhalen en sprookjes van Maak het met Miranda. En in dit geval de gebroeders Grimm. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. En ik zie jullie graag weer. Vergeet niet om duimpjes te geven. En tot ziens, hè!